Dat werkloos raken niet hoeft te betekenen dat je bij de pakken neer moet zitten, bewijst Hendrik Ipe de Vries uit Poppenwier. Hij richtte samen met Allard van der Wal, die de beschikking heeft over een houtzagerij, de kistenmakker op. Samen maken zij doodskisten op een ambachtelijke en duurzame manier. Maar is er binnen de pakketten van de grote uitvaartmaatschappijen wel ruimte voor vakmanschap? Of kiest de consument hier zelf voor? Wij gingen op bezoek in Poppenwier. Ik zou je liefste in een doosje willen doen. Je bewaren heel goed. Hendrik, kisten maken. Daar heb ik het niet over gewone kisten, maar doodskisten. Hoe ben je zo op het idee gekomen om dit te gaan doen? Nou, ik raakte vorig jaar door de recessie, raakten we ons werk kwijt. En toen eigenlijk via een vriend van mij kwam ik op het idee. En was ik eerst ook een beetje van, nou, of zou ik dat wel doen? Maar hoe meer ik erover uitzocht en begon na te denken, van ja, daar kan ik wel iets mee. Hmm. En zo ben ik eigenlijk hout gehaald, een schetsje gemaakt en begonnen thuis op mijn werkbankje. Ja, want ja, een doodskist is bij heel veel mensen een doodkist. Iedereen kent hem wel, maar ja. Jij maakt er toch wat anders van. Wat is jouw bedoeling met het maken van deze kisten? Ja, ik probeer het allemaal wel wat vriendelijker te maken. Zodat mensen denken van, ja, dat wil ik wel. Net zoals bijvoorbeeld bij een huisdier wat doodgaat, dat je een mooi nestje voor ze maakt. Dat probeer ik ook met kisten te doen. Ja, hè? Geen houtvaders. Gewone houtvaders? Ja, ja. Ja, inderdaad. Dus ja. Is het echt? Ja. Super. Ook allemaal bedacht van, hoe ga ik die kussens vullen, ga ik dat doen? En dan bijvoorbeeld dit in combinatie met jute. Ja. Dat ruikt van hemzelf ook al. Ja. Is het zo met je kisten dat je op alle wensen kan inspringen? Ja, ik denk het wel. Kijk, het zijn houten kisten. Eigenlijk kun je van hout kun je alles maken. Het vergt tijd, het een en het ander, maar op zich kun je echt van alles maken. Ja, kun je prachtige dingen maken. Ja. Dus stel, iemand heeft een wens, die kan het dan met jou bespreken? Of hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat kan. Als hij een wens heeft, dan zeg ik, kom maar langs. Kun je kijken wat er staat. Dan kunnen we of een heel nieuw ontwerp maken of even voortborduren. Ja. Het is altijd onbehandeld hout, hè? Want je ziet in een normale uitvaartkisten, glimmend hout, noem maar op. Maar jij houdt het toch wel heel erg natuurlijk? Ja, ik houd hout gewoon kaal. Omdat heel veel houtsoorten zijn ook heel mooi ervoor. Dan. Glad, oesten, ja, alles heeft zijn charme natuurlijk. En dat vind ik juist het mooie ervan, het natuurlijke eraan. Ik laat het dan ook kaal, gewoon zoals het is. Als ik dit soort hout binnenkrijg, dan krijg je het dus van Allard. Ja. Kijk, dan is het vaak nog nat. Ja. En dan is die randen, dus zit die schors op. Ja. Kijk, die haalt het zo iets af met het mes. Oké, ja, ik zie het. Ja. Moet je ook de markt op met deze kisten? Dat is dus veel samenwerken met uitvaartverzorgers? Ja, we gaan netwerken, mensen benaderen. Het weekend hadden we een open dag hier. Goed bezocht. En we hopen eigenlijk gewoon de mensen, het publiek nieuwsgierig te maken, zodat die straks naar de ondernemers toe gaan melden van hey hoor, ik wil zo'n kist. Telkens even kijken. En een soep.